ik de afgelopen weken in voorbereidingen door alle foto's bladerde en alle video's. Toen was er toch weer die ene man die echt mijn extra aandacht trok. Want het was hier achter bij de Koekamp dat deze man zijn verontwaardiging uitsprak als ex-politiemedewerker en ex-marechaussee. En deze man is een blijver, want hij strijdt nog steeds mee. Geef een heel groot applaus voor Abe Dijkstra, helemaal uit het Hoge Noorden. Oude hulpofficier justitie, leider onderzoek is juist teams. En ik kom uit een tijd waar gewoon wij respect voor mensen hadden. Waar je als politieman het marché leerde gewoon dat de mens heel belangrijk was. We hebben ook altijd geleerd dat als wij een verdachte aanhielden, was een verdachte altijd mens. Als je nu ziet hoe nu de politie optreedt, daar schaam ik me diep voor. En ik had al gezien bij de protest van de boeren hier, dat de Romeo's werden ingezet. En toen was ik elke keer klaar wakker. Ik denk, wat gebeurt hier? Romeo's inzetten om geweld uit te lokken. Vreedzame boeren. Ik heb een groot aantal vrienden bij de boeren. Gewoon geweldige mensen, altijd de warme deken als ik daar kom. En toen 21 juni verboden de wet, heb ik voor mezelf gezegd, ik moet hier zijn. Voor mijn kinderen en kleinkinderen. En ik wil niet dat ze later zeggen, Abe, papa, opa, waar was jij op 21 juni? Toen onze democratie om zeep werd geholpen. Dus daarom was ik hier. En ik kwam op het Malieveld en het was druk. Het was een geweldige sfeer. Muziek, vrouwen, mannen, kinderen. Het was gewoon fantastisch mooi. Het was officieel een verboden demonstratie. Maar Remkes, die toen burgemeester was, en volgens mij nooit ter verantwoording is geroepen, die zei toen, de demonstratie mag een uur. Dus moet je nagaan, de demonstratie was goedgekeurd voor een uur. En na die tijd gingen wij richting station hier, waar mijn auto staat, stond nu weer trouwens, die stond in de omgeving. En mannen en vrouwen, kinderen, wilden gewoon de trein halen, met de bus gaan, de stad ingaan. En ik wilde gewoon richting mijn auto. En wij hier, het staat zo ontzettend met netvlees, ik vind het nooit weer. Hier stonden allemaal ME. ME, hier stond een, op het verharde gedeelte stond een waterkanon en politie te paard. Ik denk, god, wat is hier aan de hand? In mijn tijd werd de ME pas ingeschaald als er echt moeilijkheden waren. En de ME was gewoon niet zichtbaar. Dus er was een omschaling van geweld niet normaal. En als je echt rellen hebt, echte rellen, dan, als dan de ME even in zicht komt, is het eigenlijk al gebeurd. Gaan de meeste mensen weg. Maar dit was omgekeerde wereld. Hier werd gelijk grof geweld ingezet. De ME hield ons tegen. We konden hier niet naar het station. En ik moest linksaf. We konden hier niet langs. Er was een kleine scharmutseling. En er bleken Romeo's te zijn. Dus ik heb met eigen ogen gezien de Romeo's die geweld uitlokten. Toen mensen er even op reageerden en ze vinden het nauw voelden, toen zijn ze achter de ME. En ME liet ze gewoon door. Dus afgesproken werk. Achter de ME gingen ze in politiebusjes. Nou, daar was ik wel klaar wakker. Maar goed, wij moesten terug. En er werd al gelijk geslagen. Dus er is niet gewaarschuwd, hè? Dus politie Den Haag, jullie meeluisteren. 21 juni is er niet gewaarschuwd tegen mij of tegen de andere mensen die hiervoor stonden. En ik ben 21 jaar marché geweest. 28 jaar ondernemer nu. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ik zag met eigen ogen, ik kan het donders goed zien en waarnemen als oud marechaussee en oud regisseur. En ik zag gewoon dat mensen werden geslagen. Vrouwen, kinderen en mannen in de rug geslagen. En ik denk, ja, ik laat me niet in de rug slaan, want ik ben niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dus ik liep, voor mij tactisch dacht ik, achteruit terug. En gelijk een ME die haalde uit en die sloeg me keihard op mijn linkerbovenbeen. En ja, noem het maar naïef, maar ik zei, joh, ben je mee bezig? Ik ben oud politieman, stop met het geweld. En bats, ik kreeg gelijk een harde klap op mijn rechterbovenbeen en gelijk nog een keer op mijn linkerbovenbeen. Dus ik heb het geweld niet alleen gezien als getuige, maar ook zelf ervaren. En ik zag een vrouw, die raakte in ademhalingsmoeilijkheden, achteraf bleek hyperventilatie, en die wilde ik helpen. En diezelfde ME'er die wilde weer slaan. Dus ik kon niet iemand helpen. En artikel 2 van de politiewet zei volgens mij, zij die hulp behoeven, moet je hulp geven. En dat gebeurde dus niet. En ik ben net nog even rondgelopen. In mijn beleven was het een transformatorhuisje, maar het is een soort kastje bij dat
bij die gedenksteen daar. En ik heb het eigen ogen gezien. Toen die paden werden ingezet, dat er een jongetje daarachter dook, zijn fiets aan de kant gooide. En gewoon met gevaar voor eigen leven achter dat wegdook. En het is een wonder dat er toen geen gewonden zijn gevallen. Ik heb ook gezien dat mensen omver werden gespoten door het waterkanon. Waarom zet je in vredesnaam bij een normale demonstratie, vredelievende mensen zoals jullie hier, een waterkanon in? En ik ben een boerenzoon. En moet je je voorstellen, je staat hier met al deze mensen. En er komt in één keer van links komen paden in vol galop aan. Dus niet stapvoets, in vol galop. En dan moet je in paniek moet je wegduiken. Het is echt ongehoord. En Remkes, je bent weggedoken. Je zit ergens in Groningen nu met een nieuwe baan. Maar je bent volledig verantwoordelijk hiervoor. Maar ook je leidinggevende politiemensen. En de driehoek. Is volledig verantwoordelijk voor dit geweld. En ik werd gefilmd wat ik niet wist. Ik werd gefilmd dat ik geslagen werd. En dat filmpje ging viraal. En toen werd ik gevraagd door Friesland. Hoe is het mogelijk, hè, is Fries. Maar de eerste die mij benaderde was een Friese verzetsgroep. De buren in Friesland. En Martin Maurik en Jolande van Beenen en Lieten van Beenen. Die vroegen mij om daar te spreken. Wat me overkomen was. Het geweld van de politie. En hoe ik erover dacht. Dat heb ik gedaan. Ik was niet gewend om voor mensen te spreken. Maar ik heb het wel gedaan. Ik denk, ik moet mijn hart volgen. En dat filmpje ging 500.000 keer werd het bekeken. Die toespraak. En toen is voor mij heel veel veranderd. Toen heb ik zoveel andere mensen ontmoet. Zoveel mensen die gelijkgestemd waren. Maar ik heb ook, omdat ik me durf uit te spreken, ik loop er niet voor weg, heb ik ook zogenaamde vrienden verloren. Ik ben uit een hardloopclub gezet. Want ik stond op de barricade. Nou, ik sta op de barricade. Ik spreek me gewoon uit. Ik werd eruit gezet door een hoogleraar. Uit een wielerclub. En nu, ik ben 20 jaar, dat is eigenlijk een jubileum, ik ben 20 jaar lid van een politieke partij in mijn gemeente, een lokale partij. We hebben met succes 2 keer de grootste partij geworden. Is nu geen oppositiepartij meer, voelt om aankomen. Ik loop gewoon met de overheid mee. En het is mij toch wel heel vriendelijk gesommeerd om mijn lidmaatschap op te zeggen. Dat is Politiek Nederland. En doet dat zeer? Ja, natuurlijk doet het zeer. Als je denkt dat je vrienden hebt in de sportwereld, dat je ingezet hebt voor een politieke partij lokaal, die heel veel voor buitengebieden, ik ben een boerenzoon, ik woon in het buitengebied, die heel veel deed in voor het buitengebied, altijd hard voor gemaakt en dan word je daar gewoon uitgezet. Zo gaat dat. Maar ik heb er heel veel mooie vrienden bij gekregen. Dennis Spaanser was net hier op het podium. Gewoon een fantastische man en vrouw, Misha en Daan. Dennis. Dus ik zet me ook in voor Peace for Freedom, met heel veel liefde. Want ik ben ook bij de boeren gevraagd om woordvoerder te zijn bij de zinloze arrestatie toen, 8 juli in Wijster. Er zijn gewoon met een razzia, zijn daar gewoon 63 mensen gearresteerd op het boerenerf van mijn vriend Henk Vickert. Loonwerker, akkerbouwer. Hadden ook gewoon net op Malieveld een demonstratie gedaan. Die waren al aan de koffie en er was een enorme hoeveelheid ME en honden. Waarom moet je honden zetten bij boeren die vreedzaam zijn? Het is echt gebeurd, mensen. Het gebeurt in Nederland, niet in Korea of in voormalig Oostbloklanden. Nee, 63 mensen zijn gearresteerd op het erf van boer Vickert. En vrouwen en kinderen zijn uit huis gehaald. En er zijn vrouwen gevlucht door de mais in Drenthe. Kun je je voorstellen? En dat weet bijna niemand. Maar dat wordt natuurlijk niet verteld door de meeste media. Dat komt niet in de Telegraaf of in het AD of in de Standstop bij ons. Dat gebeurt gewoon niet. Maar ik vertel het wel. En de rechtspraak, waar 8 boeren voor moest komen, is verdelen en heers, hè? Wat Dennis ook zei. Een aantal mensen heeft geen vervolging, een aantal mensen heeft helemaal niks gehad, een paar mensen bekeuring, een aantal mensen zijn binnen 6 uur niet verhoord, dus ze werden vrijgelaten. Dus zo goed werkte de politie daar ook. In 6 uur gewoon vastgezeten, niet verhoord, wel 6 uur van de vrijheid beroofd en konden ze gaan. En 31 mei was de rechtspraak. En de uitspraak is morgen, 21 juni, hoe is het mogelijk? 21 juni is de uitspraak van de boeren in Assen. Dus volg het alsjeblieft. En ik wil graag ook oproepen, want het zijn dure advocaatkosten. En Farm Defence Force heeft een crowdfunding. En als je iets over hebt, een euro of 5 euro of een tientje, alsjeblieft stort om die boeren te helpen, dat daar gewoon goede advocaten kunnen bij zijn. Ik ben heel blij dat hier een aantal militairen, oud-militairen en veteranen zijn. En in de mainstream media en de overheid zet ze weg als dat het geen echte veteranen zijn, geen echte militairen, maar dat zijn het wel. En ik wil een enorm groot applaus voor de militairen en oud-veteranen.
Het is zo erg in Nederland geworden dat bij demonstraties de politie zou moeten faciliteren. En die moeten de demonstraties goed begeleiden. En dat doen deze mannen en vrouwen. De militairen, de veteranen en de defend jongens. En het is altijd mooi wat Dennis zegt. Hoe kan het dat deze mensen jullie assisteren en jullie veiligheid garanderen? En het is heel simpel. We hebben allemaal hetzelfde doel. We staan voor onze grondrechten, daar knokken we voor onze vrijheid en vooral voor onze kinderen. En mannen en vrouwen, als jullie kinderen hebben, of kleinkinderen, pas goed op je kinderen. Want de volgende stap zijn onze kinderen. Dankjewel.